En ze zijn alleen gebeten onder in het strothoofd. En dat is helemaal te pletter gebeten. Ik heb met de dierenarts enkele schapen opengemaakt. En dan is het zo erg dat die heel dat strothoofd is verpulverd. En dat dier dat stikt, dat kan niet meer ademen. En dat is het systeem van een wolf. Zijn instinct zegt van rustig eten. Dus hij gaat net zo lang door met happen en bijten totdat het in het wild rustig is. En hij rustig aan één schaap kan lopen eten. Maar omdat er zoveel schapen rondlopen in het weiland, blijft hij langer doorgaan dan eigenlijk nodig is. Maar het is toch verschrikkelijk voor al die jonge agrariërs in Nederland. Voor al die jonge boeren die in Nederland de hoop hebben om ooit met een schapenbedrijf te kunnen gaan beginnen. En nou gevloerd worden door de gedragingen van die wolf. Nou, en dat is gewoon een grote frustratie die bij mij gewoon erin zit.